We gaan nu de tibialis posterior in de dwarsrichting bekijken. Deze ligt hier achter de mediale malleolus en gaat dan deze kant op. We gaan hem in dit geval alleen even achter de malleolus bekijken. Het is handig om daarbij weer veel gel te gebruiken. De malleolus kan vrij prominent aanwezig zijn, waardoor je geen goed contact met de huid houdt. Dus ik vul die ruimte hier een beetje op met gel. Dan plaatsen we de probe in de dwarse richting hier tegenaan. Andere kant op. En je ziet dan hier de botlijn van de tibia. En vrijwel direct daarbovenop zie je een vrij dikke ovale P-structuur liggen. Nou, dit is je tibialis posterior. Die kun je dan ook wat naar proximaal toe gaan vervolgen. He, dus dit is de pees. Je kan hem dan zelfs helemaal naar boven toe vervolgen richting zijn spierbuik als je wil. En direct daarnaast ligt een pees. Dat is de pees van de flexor digitorum. Dus als ik hier de tweede tot vierde straal een extensiebeweging maak, dan zie je ook dat dit de pezen en de spierbuiken zijn van de flexor digitorum. Nou, we zitten nu ook ter hoogte van de tarsale tunnel. Dat betekent dat er hier ook een retinaculum overheen ligt. Net als dat lateraal zit bij de Pyreneespezen. En dit retinaculum gaat over de pezen heen en hecht hier vast aan de tibia. Dat zorgt er natuurlijk voor dat vooral de tibialis posterior hier niet kan luxeren over de malleolus heen. Nou, in die tunnel hadden we zo'n handig ezelsbruggetje, hè? Tom, Dick en Very Nervous Harry. Nou, we hebben de tibialis posterior hebben we gezien. Dat is de T van Tom. Dan heb je Dick van de flexor digitorum. En dan krijgen we Very Nervous. Nou, we zien hier allemaal vaatstructuren. Als ik een beetje druk zet, dan blijft de arterie die blijft zichtbaar. En de venen, die druk ik dan een beetje dicht. Ja, dus dat zijn de arterieën en de venen. En dan zie je daarnaast ook nog heel mooi hier de nervus tibialis. En heb je de laatste in de rij, dat was Harry. Hè? Dus die beweegt ze nu al. Dat kun je ook passief doen. Dus dan heb je hier de pees van de flexor hallucis en de spierbuik van de flexor hallucis. Dus die hele spierbuik ligt hier ook nog in de tarsale tunnel.